Wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben vandaag wezen liggen en een beetje gezwommen. Wezen liggen? Ja. Wat is het, strand? Nee, geen strand. Het was een beetje een speelpark. Zoiets leuk. Is een speler daaraan toe? Ja, ik denk van wel. Vooral als je heel veel de focus hebt gelegd op trainingen en wedstrijden. Hoe is het met jou eigenlijk? Want die lichte hersenschudding, is die wel zo ongeveer voorbij? Ik heb eergisteren ook nog een beetje getraind. Gisteren? Nee, ik heb gisteren getraind en ik mocht nog niet de partijen in, maar het gaat wel goed. Koppen en dat soort dingen, mag dat al? Nee, dat nog niet. Nee. Wanneer mag je zoiets wel? Wat voor termijn staat daarvoor? Ja, dat weet ik nog niet wanneer ik dat mag. Ik ben nu in een stappenplan en de fysio's weten dat en die gaan met mij aan de slag. Maar koppen heb ik nog niet gedaan. Maar betekent dat ook dan dat die Mexico-wedstrijd voor jou gewoon veel te vroeg komt? Dat weet ik niet. Ik voel me nou gewoon beter en ik hoop dat ik de wedstrijd van Mexico haal. Maar als het niet past in de volgorde van de stappenplan die ik moet hanteren, ja, dan is dat gewoon te vroeg. Heeft iemand die een lichte hersenschudding heeft gehad ook dan nog heel lang hoofdpijn of voel jij wat? Nee, ik had wel hoofdpijn na de hersenschudding. Ik was ook bewusteloos geraakt, voor even, maar... Het gaat nu goed met mij en daar ben ik blij om. Dus die hoofdpijn is ook weg? Het is niet zo dat je 's ochtends wakker wordt met van oh mijn hemel? Nee. Hoe bevalt het hier eigenlijk? Want het gaat ongelooflijk goed met dat Nederlands elftal. Dat had toch helemaal niemand verwacht? Of jij wel? Ik denk dat veel jongens in de groep het hadden verwacht en de staf ook. Omdat we weten wat voor kwaliteiten we hebben. En dat hanteren we gewoon goed. En natuurlijk kan het spel beter, dat weet iedereen. Dat weten wij zelf ook en dat is nog het belangrijkste. Maar de resultaat is heilig. En we hebben heel vaak goed gevoetbald. Maar ja, niet echt resultaat. Alleen, we wilden het natuurlijk samen doen. Maar ja, in dit geval hebben we gewoon een heel goed resultaat gehad. En dat is belangrijk in toernooivoetbal. Het gevolg is dat jullie aan de goede kant volgens mij van het schema zijn terechtgekomen. Want het lijkt allemaal veel simpeler dan die andere kant waar Brazilië in zit en al die andere Zuid-Amerikaanse landen. Vind jij dat ook? Nou, het wordt steeds moeilijker natuurlijk. We hadden een hele lastige groep. Daar zijn we goed doorheen gekomen. Maar ja, nu is het nog moeilijker in principe. Want is dat zo? Maar als ik het rijtje hoor Costa Rica of Griekenland en daarna na Mexico dan, hè, want daar stap ik me even overheen geloof ik. Ja, daar stap ik te snel overheen, hè? Daar stap je iets te snel overheen, ja. Ik denk dat Mexico een hele goede tegenstander is. En een goed land en dat ze goed voetbal spelen en gevaarlijke aanvallers hebben. Dus wij moeten ons daar ook tegen gaan wapenen en van onze kwaliteit uitgaan, zodat we zeg maar, die horde kunnen passeren. Het lijkt een beetje alsof jullie kwaliteit is dat jullie tegen betere landen ook gewoon beter zijn. Dat dit systeem dan ook veel beter past, want tegen Australië was bijvoorbeeld minder goed qua jullie dan tegen Spanje de eerste wedstrijd. Nou, tegen Australië stonden we gewoon heel goed, compact. Ze hebben bijna geen veldkansen gehad. En tegen Spanje. Spanje lieten we aan de bal. Maar ze werden ook niet echt gevaarlijk tegen ons. Aantal momenten wel. Wij spelen gewoon goed tegen tegenstander die ook eigenlijk het spel wil gaan maken. Dat mogen ze doen. Zodra wij goed staan en de bal kunnen veroveren en gelijk onze mensen kunnen aanspelen die gevaarlijk kunnen zijn, ja, dan is dat gewoon goed. Ik zei zo net, hoe is het met je hoofdpijn en zo? Maar ja, dan ga ik er dan weer blind vanuit dat je ook meteen zult spelen. Heb jij het gevoel dat je ook weer echt, als je helemaal fit bent, in het elftal moet concurreren? Waarom ga je daar blind vanuit? Ja, ik dacht van, jij bent basisspeler en jij komt zomaar weer terug in het elftal. Dat dacht ik. Heb jij dat gevoel ook? Of is het nu dat je ook weer een beetje opnieuw moet beginnen om je erin te voetballen? Nou, ik heb altijd gezegd dat ik mijn eigen concurrent ben. En dat is nu nog steeds zo. Ik ben hartstikke blij dat ik hier ben. En zodra ik plezier heb en gefocust ben, dan kan ik een heel hoog niveau halen. Tot nu toe zit ik goed in mijn vel, heb ik plezier en haal ik ook een goed niveau.
En ja, hopen dat ik dat de volgende wedstrijd ook kan doen als, als de bondscoach dan voor mij kiest. Wij horen altijd muziek op het moment als de cooling down is bij jullie, als het dan weer zo'n persconferentie is. Heb ik goed begrepen dat jij de muziek uitzoekt bij de cooling down? Heb je niet goed begrepen, sorry. Oh? Heb je niet goed begrepen? Nee, want ik hoorde André Hazes in dat. Ik dacht van, ja, Bruno Martens Indy is vast niet van André Hazes. Nou, dat ben ik wel, maar ik kies niet alles uit. Wie wel eigenlijk? Volgens mij Arjen, denk ik. Soms Wes. Maar niet Bruno Martens Indy? Nee.